vriest. Heerlijk. Ik ben vooral aan het filmen als ik wandel, merk ik. Het komt omdat het thuis een zootje is. Ik ben 2 dagen bezig geweest met het verwerken van alle kolen. De boerenkool, de palmkool en de rode en groene kool. Vriezertje vol. Ik heb echt moeten persen om alles erin te krijgen nu. Dus dat waren precies de laatste groentes. Erg blij mee. Want dat is minstens 20 porties eten weer. Zouden we dat achter elkaar opeten, dan zijn we 20 dagen bezig. Nou, dat is niet slecht. Willen we natuurlijk niet doen. Alleen maar kool eten. Maar goed, je kan met kool van alles. Dus niet alleen stampotjes. Gisteren hebben we al groene kool gegeten. En Gea heeft het mee. Gehaktballetjes heb ik gemaakt erbij. Echt een ouderwetse wintermaaltijd. Ik ben benieuwd wat van wereld bij jullie is. En of het te warm is of te koud. Geef het aan. Dat is wel leuk. Dan hoor ik dat graag. We lopen wel een weekje achter. Dus als jullie dit zien, dan ligt dit er al een week. Of het is weer verdwenen. Maar uiteindelijk zet de winter in en dan is het hier wit. Serieuze vlokken nu. Hier onder de bomen is het nog nat, zeg maar. De temperatuur is een beetje kwakkelig. We hebben -6,5 gehad. Dat was het koudste wat ik heb geregistreerd. En precies rond 0 krijg je dit. Echt een sprookje. Yes, wat vonden we toch mooi. Bij een jasje aan, in die regenjas, die kleine en dikke jasje. Kijk dan toch. Er zijn periodes geweest dat ik dacht van, die winter, ik ben liever in de zomer lekker buiten. Zonder dat je helemaal moet inpakken. Maar nu de winter komt, vind ik het fantastisch. Heerlijke wandelingen maken. De wereld is betoverend mooi. Prachtig. Hij rolt zich altijd in de sneeuw. Maar ja, dat geeft nu geen voldoening natuurlijk. Breng je geen mee, lieverd? Goed zo. Kom maar. Het ligt nog niet diep. 1 centimeter of 2, 3. Maar wie weet wat het wordt. We gaan het merken. Ik krijg niet haar. Krijg ik toch wel op een gegeven moment, maar... Dit is hoe ik er nu uitzie. Ga mee, lievertje. Pinky, kom boef. Alles ruikt natuurlijk nu extra lekker. Ja, Indy. Morning. Good morning. Good morning. Hallo. Goedemorgen. We zijn enthousiast nu nog wel. Om te rijden naar de bielproefening met deze auto.
onze Maxi wordt gekeurd vandaag. En we hopen dat hij goedgekeurd wordt, uiteraard. We hebben een winterbedje op de grond liggen voor Indy. Die vindt het vooral fijn om achter op de grond te liggen, uiteraard. Want de bankjes zijn weg. En deze meneer zit nu nog op schoot, maar die gaat straks ook naar achteren. Of die gaat hier tussen ons in liggen, zoals hij dat altijd doet. Daar. We hebben geen extra bank waar we de hondjes aan vast kunnen leggen. Dat hebben we wel in Geerse auto. We hebben ook harnasjes daarvoor, maar dat gaat in deze auto niet. Dus we rijden op deze manier. We gaan. Plam, plam. Dat is allemaal gelul allemaal. Allemaal gelul. Ja, ik heb mijn gordel aan. Wij rijden nooit zonder gordel. En voor de rest is het gewoon zoals het is. Mickey, kunnen we? Ja, kunnen we? Ja, oké, okay, let's go. Stond de handrem erop? Want dat stond er niet op, nee. Ja, gelukkig. Nee, want ik, meestal doe ik dat niet als het vriest. Nee, of gaat het vriezen. Nee. Ik doe het ook niet. Nee. Niet zo ik een hellinkje staan. Maar. Ja, maar ja, dat staan we nooit als we parkeren. Dus, en als we dat doen is het voor korte tijd. Maar jij hebt geen ijsjes hier hebben? Nee, ik heb geen ijs tussen mijn remmen, nee. Kijk, die ligt voor mij niet in. Ah, ik heb nog niet in de sneeuw gereden, dus. Ik ga alleen weg als het nodig is. En het hoeft meestal niet. Dus we hebben dubs onder onze auto. Oftewel spikes. Kleine spikies. Dan zijn ze van deze panda wel een beetje versleten. En het is wat glad. Dus we rijden rustig. Rustig. Maar we hebben ruim een uur genomen. Voor de rit. Terwijl we daar een half uur over doen. Gewoon voor het geval dat. Het is stormachtig in Zweden. En het zou overal en nergens sneeuwen, behalve bij ons. Dus ik vind het niet zo stormachtig. En morgen zou het opwarmen tot 9 graden. Nou, we gaan het merken. We gaan het merken. Het is ook spannend vandaag, omdat we gaan praten bij Bengtsson voor Geertje. Voor een kwad. Dus Geer die wil natuurlijk al een hele tijd een kwad. En onze zoon heeft er een gehad, maar dat is al een tijd geleden. Dat was dat bleek een heel handig apparaatski te zijn. Want daar hebben die jongens heel wat mee versjouwd. We hadden op een gegeven moment zelfs zo'n vreedschuur, zo'n barak in onze tent. In onze tent. In onze tuin. In de tent. Nou, alle grote tent dan. En die stond in de baggersneeuw. Echt bijna een halve meter baggersneeuw. En er kwam een trekker en die kwam hem weghalen. Dat lukte niet. En Steve heeft hem met zijn kwad eruit kunnen trekken. Dat is natuurlijk een en al motor. Het wordt dan gewoon ook een werkvoertuig met sneeuwploeg eraan. En Geer kan hem ook gebruiken om naar zijn werk te rijden. In het bos 10 kilometer verder is. De kwad die Geer wil kopen is een CF Moto, dacht ik, hè? Ja, dat wordt hier veel verkocht. En de zaak waar we hem bij kopen heeft een eigen serviceafdeling. En daar gaat hij ook gewoon dan in de service. Dat is wel heel fijn. We kennen ze. Die jongens, daar hebben we al heel wat apparatuur verkocht. En morgen hebben ze Skogsdagen. En dat zijn de bosdagen. En dan krijg je 10% korting op alles. Ook op quads en ook op sneeuwploegen en dergelijke. Dat scheelt zo'n 700 euro. Dus we gaan eens even kijken of hij nog steeds die quad wil hebben die we hebben gezien de vorige keer dat we er waren. En dan gaan we hem morgen bestellen. Spannend. Houden jullie op de hoogte. Wat ik even wil laten zien is dat we rijden de berg naar beneden. Het is een bedekte berg, want je merkt het eigenlijk nauwelijks. Behalve als je het fietst, want dan weet je dat je nu alleen maar naar beneden fietst. Hier ligt geen sneeuw. Alleen bij ons. Bij ons ligt een centimeter of, ja, wat zal het zijn? 4? Sorry, 4, 5 centimeter. En dat zit ook vastgevroren gelijk. Toen we wegreden was het min 1,2. Dus het vroor nog steeds. Maar hier dus kennelijk niet. En aangezien het zonnetje hier ook schijnt, zal hetgene wat er ligt ook gelijk wegsmelten. Zal wegsmelten, denk ik. Dus, al dus. Hier is een Chinees geen rust. Dus wij komen met onze snowboots en dergelijke, komen bij die wielproefening en iedereen zal ons aankijken van, huh? Waarom lopen jullie met sneeuw of zo nu?
mensen die in de stad wonen en die daar natuurlijk ook warmere temperaturen hebben, dat is meestal in de stad, die zien veel later sneeuw dan wij. Maar het is mooi, toch? Ik vind het allemaal mooi. Allemaal mooi. Hier zijn we. De bielproefing. Of bielbesichtiging. Nou, we zijn de enige auto zo te zien. Er staat er wel in binnen. Ja. Maar ja, we zijn vroeg, hè? Het is pas 9:30. Misschien pakken ze meer dan net zoals de laatste van mij. Oké. Okay. Dat is mooi dan. Nou mensen, we zien elkaar straks weer. Later! Later! Het papiertje. Hij is goedgekeurd. Nou rijden we naar Frida. Frida, die had een probleem met de auto en die heeft gisteren auto mee. Die gaan we ruilen. Want daarna gaan we Steve ophalen en dan rijden we naar Bengtsons in Koersberja. Jonge. Onze dag vult zich. Dat werk ik niet eens. Nee. En vanavond gaan we ook nog even helpen met hout inladen voor vrienden. Want die zouden brandhout halen en hij is ziek geworden. Dus dat doen we even voor ze. Ja, dan is de dag wel weer vol. Oh goed, zo gaat dat soms. Steeds hoger. Goed gekeurd autootje. Toppie. Is er wel top auto. Ze verzinnen altijd wel iets. Maar goed, het ging goed. Nou, hier gaan we bij Sellekoorde de heuvel op. We komen een beetje in de buurt van Geerse werk. Erg in de buurt. Maar hij werkt vandaag niet, maar we moeten even de auto ruilen. Want vanochtend had Frida een probleem. Die handrem was vastgevroren van Steve's auto. Dus daar heeft ze Geerse auto meegenomen, maar die hebben we zo nodig. De 3 personen vervoeren naar Koersberja. Steve gaat namelijk met ons mee. Dus we rijden even naar het timmerhuis, zoals dat heet. En daar staat Geers auto. Waar staat hij? Die is eentje. Ik zet hem hier even neer. Schuilen. Ik heb een sleutel bij. Denk je dat het wel van is? Nou ja, ik heb de sleutel van deze auto bij. Nee, niet. Ik heb de sleutel van die. Ga ik ook die andere ga ik ook halen. Oké. Frida die is hier komen werken. Daar zijn we heel blij mee. Want dan hoeft ze niet zo'n end naar Tronos. Andere auto. Geerse auto. De autotruc, de wisseltruc. Ja.
Stoelenlands, maar Uiterlands. Ja, precies. We gaan zo Steve ophalen, die gaat mee en dan rijden we naar Koesbergen. Hier zie je dat hier wat sneeuw ligt. En een paar centimeters, maar het stelt niet zoveel voor. Morgen wordt het 9 graden, zeggen ze. Dus dan is dit allemaal weer weg. Mogen we hopen. Want dan, anders wordt het een baggerzootje. Want dan vriest het 's nachts weer vast. En dat kan best wel gebeuren. Dan krijg je een ijslaag. Maar met 9 graden, denk niet dat het blijft liggen. Zoals jullie zien, zeg ik tegen de camera. We gaan naar de kwadzaak en Steve is met ons mee. Hallo! Rij in Geers auto. Ik heb de hondenbank. Nou, door de spanning. Dit is hem. Ben ik vergeten binnen te filmen. Maar hier hebben we een kwad gekocht voor Geer. Oeh, het is ijzig koud. Ik ga gauw naar binnen. We staan hier bovenop een berg. Hallo. Gefeliciteerd, Geer. Ja, dankjewel. We hebben een FC-moto gekocht. En dat komt er dan? Daar. Met een sneeuwblad. Oh. Oh, joh, joh. Oh, niet in mijn neus bijten. Hallo. Hallo. Ben je oké? Okay? Had je een probleem met een kleintje? Okay. Nou, heb jij, ben je binnenkort bijna de eigenaar van de quad? Over 2 weken? Ja, dat is bijna. Ja, precies. Dat staat hij vroeg, moet het op het bedrijf? Ik zei, nou, dat weet ik niet, maar ga hem ook privé gebruiken. Dus je kan hem altijd voor een deel op het bedrijf zetten. Maar hij staat gewoon op een privaat persoon. En dan ben ik. Maar het gaat ongeveer 2-3 weken duren voordat ze hem hebben. Dus hij moet eerst besteld worden en dan komt hij uit de grote voorraad hierheen. En dan duurt het ongeveer een week, want ze hebben er veel te doen op dit moment. Voordat hij klaar gemonteerd is en dergelijke. Ja, want quads worden aangeleverd in dozen als bouwpakketjes. Dus, oh, dat is alle schoenen vol zetten, ja? Ja, precies. Dus voordat je hem geleverd krijgt als klant, dan moet ze hem eerst in elkaar zetten voor je. knuffelbeesten. Lekker ventje. Wat is dat nou in die? Yeah. Hij zegt, als je met ons belt, kunnen we van tevoren dat bespreken, weet je wel. Ja, komt goed, John. Dus dat is wel mooi. Er ligt ijs op de muur. Hier is twee service van een luchtfilter. Spannend. En olie. Nou, leuk. Het stormt. Het gaat ongelooflijk tekeer. Het is een blizzard. Ik heb dit helemaal dicht, omdat de kou hierop staat. Het is een bonkende storm. Hij is voorspeld. Je hoort het echt loeien. Papi eten. Dat is ons toetje. Nou, we zijn thuis gekomen. Het was heel glad. Zo. Maar missie geslaagd, Geertje. Ja. Over 2 weken ben je trotse eigenaar van een quad. Ik denk 3 weken. 3 weken. Om 2 weken. Oh ja, ging hem morgen bestellen, morgenavond.
En dan duurde het een week voordat hij er zou komen. En ongeveer een week. Hij zei reken op 2 weken. Ruim. Dus we gaan het al merken. Geen haast. Weekje in elkaar zitten. Maar toppie. Helemaal goed. Dus dat wordt even afwachten. Maar jullie komen hem te zien. Nou, en dan zeggen wij toedeledokie. Toedeledokie. Tot de volgende. Bye. Bye.